allemaal en welkom bij de Disney Kerstspecial. We zijn in Euro Disneyland voor de traditionele kerstparade die dit jaar in het teken staat van alle klassieke Disneyfilms. Deze reusachtige kerstboom is meer dan 22 meter hoog, 7 meter breed en is versierd met meer dan 1000 kilo kerstspullen en 5000 lichtjes. Nou, ik denk dat Mickey en zijn vriendjes wel de hele nacht in de weer zijn geweest met grote ladders en hoogwerkers om die boom zo mooi te versieren. We beginnen de show vanavond met een fragment uit de film die een dubbele Oscar won, Belle en het Beest. Het is gebaseerd op het Franse sprookje La Belle et la Bête en het vertelt het verhaal over een prins die een oude vrouw geen onderdak verleende tijdens een ijskoude nacht. En dat omdat ze alleen maar een roos had om hem te betalen. Daarom veranderden ze hem in een beest. Als hij voor zijn 21ste verjaardag niet de liefde van iemand weet te winnen, zal hij voor altijd een beest blijven. Op een dag meldt zich een vreemde uitvinder bij het kasteel. Hij wordt gevangen genomen door het beest en als de dochter van die uitvinder, dat is Belle, haar vader gaat zoeken, neemt zij zijn plaats in als gevangene van het beest. Iedereen op het kasteel weet dat Belle wel eens het meisje zou kunnen zijn dat de betovering kan verbreken. En ze doen dan ook hun uiterste best om het haar naar de zin te maken. Zo ook Lumière, de raadselachtige kandelaar. En dat het dinertje op het kasteel niet zomaar even eten is, blijkt wel uit het volgende fragment. Dat er bij een dinertje wel eens gezongen en gedanst werd, wist ik wel, maar dit was wel even wat anders. Jullie horen het waarschijnlijk al, de Euro Disneyland Marching Band onder leiding van Robert Fuenga. Ze spelen een medley van een aantal klassieke Disneyliedjes. Deze muziek betekent dat de grootste kerstparade eraan komt. Met op kop Mickey en Minnie in hun eigen raket. Uit heel Europa zijn duizenden mensen vanavond hier naartoe gekomen om hier in de Hoofdstraat getuige te zijn van deze speciale optocht. In alle Disneyparken in de wereld vindt op ditzelfde moment dezelfde parade plaats. Nou ja, niet dezelfde, maar ze lijken allemaal wel op elkaar. En hier in Frankrijk vieren we deze parade dit jaar voor de allereerste keer. Je ziet het, alle Disney-figuren zijn vanavond present. Kijk, daar heb je Pluto met tijger. Oh, en kijk eens, wat een schitterend sprookjespaleis. En daar komt het schip van de tiran van de Hoge Zeeën, kapitein Haak, als altijd op zijn nek gezeten door Peter Pan. Oh, en daar is de krokodil die ooit kapitein Haak zijn hand heeft afgebeten. In het volgende fragment zien we Wendy en haar broertje die gevangen worden gehouden door kapitein Haak. Kapitein Haak denkt dat hij al heeft afgerekend met Peter Pan en doet Wendy een voorstel. Nou ja, voorstel. Of ze wordt piraat, of het. Peter Pan en zijn vriendjes kunnen het piraten knap lastig maken. Nou, moet je eens kijken, de parade gaat hier maar door, terwijl wij een bladzijde nemen uit het Jungle Book. Kijk, de Jungle Book wagen. Met natuurlijk Bagheera, Koning Louis, Baloo de beer en niet te vergeten Mowgli. Deze film was de laatste film die door Walt Disney zelf werd gemaakt. Maar het sprookje leeft voort. En daar zijn wij vanavond met z'n allen getuigen van. De slang kijkt een beetje bezorgd, maar hij heeft er wel lol in. Jullie horen trouwens de twee bekendste liedjes uit de film Jungle Book. MUZIEK
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Een van de meest populaire sprookjes over een lieve prinses die door haar gemene stiefmoeder gedwongen werd als dienstmeid in huis te werken. En daar zien we de wagen van een van de nieuwere Disney-films, De Kleine Zeemeermin. Jullie zien in de boot prins Erik en Ariel. En ook koning Triton is aanwezig. Ons volgende fragment is uit de film De Kleine Zeemeermin. Ariel zit aan boord van een schip Erik en ze wordt onmiddellijk helemaal verliefd op hem. Dan gebeurt er van alles. Het gaat stormen, paniek aan boord en het schip dreigt te zinken. Max, de hond van Erik, is nog aan boord. Wat nu? Nikki en zijn vriendjes naar het New York Hotel gegaan. Nou, ik ben heel benieuwd wat ze van plan zijn. Want Mickey en Minnie die hebben zich al lang omgekleed, dus jij moet ook snel weer terug opschieten. Kom op! We gaan nu kijken naar een klassieke Disney tekenfilm. Die is gemaakt in 1948. Het was oorspronkelijk een onderdeel van een selectie van korte verhaaltjes met de naam Melody Time. Het heet Once Upon a Winter Time, oftewel op een dag in de winter. En het gaat over een jong stel, Joe en Jenny, die gezellig gaan schaatsen. Nou ja, gezellig? En ze leefden nog lang en gelukkig. Hier in de Hoofdstraat is trouwens de parade in volle gang. Kijk maar. Daar is timmerman Geppetto die zijn levensdroom ziet uitkomen als zijn kleine houten poppetje begint te bewegen, te ademen, te leven. We zien ook Gideon de kat die natuurlijk de mensen weer bezighoudt. En naast Pinocchio staat natuurlijk de beide handen Jaapie Krekel. Zes witte paarden trekken de geweldige pompoenkoets van Assepoester voort. Het ziet er allemaal betoverend uit onder deze kerstverlichting. En natuurlijk degene zonder wie dit spookje nooit had plaatsgevonden, de Goede Vee. De muziek die je hoort heet Een droom is een droom. Dat zul je vast wel herkend hebben. En daar is ze dan, Assepoester, samen met haar charmante prins. In het volgende fragment is Assepoester net klaar met poetsen en gaat ze een van haar favoriete werkjes doen, de dieren voeren. Nou, de dieren vinden het altijd een feest, vooral de muizen. Zij het niet dat ze eerst langs de dikke kat Lucifer moet om bij het eten te komen. Iemand moet voorop. Maar wie? Want de kat is niet voor de poes. Ja. Dat ging dan maar net goed, hè? Helemaal daarachter zien jullie trouwens Le Château de la Belle au Bois. Dormaf. Nou, dat is een mond vol, maar het betekent gewoon het kasteel van Doornroosje. En de volgende twee praalwagens zijn helemaal gewijd aan deze magische film. En daar zien we het kasteel van koning Stefan. Dat werd beheerd door de boze koningin. Zij was het die Aurora vervloekte en zei dat ze zou sterven voor haar 16e verjaardag. Nou, ik moet zeggen dat ze er inderdaad aardig boos uitziet. Hier zien we haar in een andere hoedanigheid. Als draak vechtend met de goede prins Philip. Thank you.
loopt allemaal goed af. De draak gaat dood, dus ook de boze koningin. En door een roosje wordt wakker gekust door de prins. Het fragment uit deze prachtige film neemt ons mee naar het bos waar de drie goede feeën, vermomd als gewone mensen, door een roosje proberen te verbergen voor de boze vee. Dat doen ze al 16 jaar zonder hun toverkracht te gebruiken. Maar vandaag is door een roosje jarig en om het feest op te fleuren is een beetje toveren natuurlijk wel makkelijk. Dat loopt echter behoorlijk uit de hand. Het jurk werd uiteindelijk blauw, dat je het even weet. De volgende wagen wordt voor het allereerst getoond. Je ziet het zijn Belle en het beest. Die hebben we eerder gezien deze avond in een fragment uit de film. En ook nu ziet Belle er weer schitterend uit. En het beest heeft voor deze gelegenheid maar zijn smoking aangedaan. Nog eens een leuk theekopje. Hey, Lumière, de kandelaar, samen met de klok. Uit de doldwaze film Who Framed Roger Rabbit zien jullie nu Roger en Eddie in een levende taxi. Benny de Cab, en die heeft zo zijn eigen willetje. Nou, als dat maar goed gaat in de Hoofdstraat. Nog een manier om je voor te bewegen, als je geen andere mogelijkheid hebt natuurlijk, vliegen. Dumbo, de vliegende olifant. En hier zien we hem met zijn vriendje Tim. En als ik het goed bekijk, bezorgen de clowns het publiek hier net zoveel problemen als ze normaal bij Dumbo doen. In ons volgende fragment zien we Dumbo en Tim die de vorige avond een paar fikse slokken uit een emmer water hebben genomen, waar per ongeluk een fles champagne in was gevallen. Nou, die vallen natuurlijk dronken in slaap en worden de volgende ochtend wakker met een verschrikkelijke hoofdpijn. Het laatste waar ze zin in hebben is wel een kraai die ze lastig kon vallen. En buiten dat, kraaien horen toch zeker in een boom, of niet soms? Dat olifantenvliegen is vreemd, maar heb jij wel eens een kraai gezien met een jas aan? Dat zeg ik. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van de parade, maar we hebben nog iets heel speciaals. Als je hier de Hoofdstraat in kijkt, zie je dat een heleboel speelgoedsoldaatjes bezig zijn met een opmars. Daar komen ze aan, in de kerstsneeuw hier in Euro Disney. Ik heb vanavond het gevoel gehad dat ik werkelijk heb mogen kijken in Sprookjesland. Zeker nu ik al deze kleine soldaatjes hier zo zie marcheren. Het geeft me een beetje het gevoel dat ik in een land ben waar dromen echt werkelijkheid worden. Is het niet ongelooflijk dat naast al die soldaatjes, die rendieren, de hele avond in die parade zo fantastisch hebben gedanst? Iets minder uitbundig, maar zeker charmant dansen de kleine sneeuwmannen. En daar is hij dan, waar we allemaal op hebben zitten wachten. Bescheiden achteraan de parade, de kerstman, in zijn schitterende slee, voorgetrokken door rendieren uit Lapland. Die maar lang genoeg stilstaat, vertelt hij hoe belangrijk het is om lief voor elkaar te zijn. We eindigen
vanavond hier in Euro Disney met een fragment uit een kerstfilm. Met natuurlijk Mickey Mouse. Het is het aloude verhaal van Charles Dickens over de gierige Scrooge die kerst maar onzin vindt. In deze film wordt hij gespeeld door, hoe kan het ook anders, oom Dagobert. Het is een film uit 1983 waarin bijna alle Disney-figuren een rol spelen, dus goed kijken. Ik neem vast afscheid van jullie hier vanuit Euro Disney. En mocht ik jullie voor die tijd niet meer zien, dan wens ik jullie nu alvast namens al mijn vriendjes hier in Euro Disney een sprookjesachtig 1993 en nog een hele fijne avond. Dag!